The subject of today's session is admittedly a difficult one. Dit onderwerp wat vanavond besproken wordt is een moeilijke. Reward, but also punishment. Zegen, maar ook vervloeking. And exile, and ultimately restoration. En ook verbanning, maar ook weer terugkeer en opbouw. Now, the first focus of our discussion is going to be in Leviticus chapter 26, but we should note that this subject is admittedly a subject that we encounter repeatedly in the Bible. En we beginnen zo direct bij Leviticus 26, vers 3. En het wordt herhaaldelijk herhaald in de Bijbel. We hebben het ook al meerdere keren besproken. So let's start out by taking a look at Leviticus chapter 26. We kijken nu naar Leviticus hoofdstuk 26. Beginning in verse 3, on the positive side. If you walk in my statutes and keep my commandments and do them. We lezen vers 3 en dat is de positieve kant van dit hoofdstuk. Indien gij in mijn inzettingen wandelt en mijn geboden nauwgezet in acht neemt. Then come the rewards. I will give your rains in the season. The land will yield her produce. The trees of the field will yield their fruit. Dan vers 4, dan volgt de beloning. Dan zal ik u te rechter tijd uw regens geven, zodat het land zijn opbrengst geeft en het geboomte des velds zijn vrucht draagt. En in vers 5, the continuation of the blessing. In agriculture, your threshing will reach until the vintage, and the vintage will reach until the sowing time. You will eat your bread until you have enough and dwell in your land safely. En in vers 5 gaan de zegeningen door. De dorsttijd zal bij u duren tot wijnoogst en de wijnoogst tot de zaaitijd. Gij zult uw brood eten tot verzadiging en veilig in uw land wonen. En vers 6, also, the land. I will give peace in the land. And you shall lie down and none shall make you afraid. And I will cause evil beasts to cease out of the land. Neither shall the sword pass through your land. Vers 6. En ik zal vrede in het land geven, zodat gij nederliggen zult, zonder dat iemand u opschrikt. Ik zal de wilde dieren uit het land uitroeien, en het zwaard zal uw land niet teisteren. Now the reward is not only physical. The last verses spoke of physical reward, but the next verse speaks of I will turn toward you, I will establish my covenant with you. In verse 11, I will set my tabernacle, my dwelling among you. In verse 12, I will walk among you, will be your God, you will be my people. En verderop wordt er meer geschreven over de zegeningen die zullen volgen van een iets andere aard. Dat God ook het land, dat het volk ook vruchtbaar zal maken, dat hij in hun middel zal wandelen. Dat hij de tabernakel in het midden zal zetten. Dus dat zijn weer zegeningen van een ander niveau. So there is both the material blessing and the spiritual blessing. Dus aan de ene kant is het materiële zegen, maar ook zeker een geestelijke voorspoed. But we should note that with respect to the material blessing, there was a theme that repeatedly was stated in each of the verses of the material blessing. En we kunnen zo ook zien dat elke zegen die geschreven wordt, een materiële zegen is, maar in feite doorwerkt in het geestelijke. In verse 4, the land will yield her produce. In verse 5, you will dwell in your land safely. In verse 6, I will give peace in the land. I will cause evil beasts to cease out of the land. Neither shall the sword pass through your land. Maar je kan het ook opzeggen of opmerken dat het ook weer verbonden is juist met het land. Het land wordt meerdere keren genoemd dat de zegeningen in het land zullen plaatsvinden.
It's all about the land. So that is ook erg belangrijk, het land. Of course, that is the land of Israel that God is giving us. En natuurlijk wat hiermee bedoeld, het land Israël, wat de Heere God het volk heeft gegeven en zal geven. And then there is the unfortunate other side of this coin. Maar dan is er helaas ook de andere kant van deze munt die benoemd moet worden. In verse 14, if you will not hearken unto me and will not do all these commandments. Vers 14 lezen wij dan, maar indien gij naar mij niet luistert en al deze geboden niet doet. And then the warnings of punishment, the warnings of being accursed. In verse 16, I will do this also unto you. I will appoint terror over you, consumption, fever, make the eyes to feel, the soul to languish. You shall sow your seed in vain, for your enemies shall eat it. Vanaf vers 16 lezen we dan de gevolgen als het volk Israël niet luistert en wat daarin voortkomt. Dan zal ik ook al dus met u doen en met de verschrikking u bezoeken. Tering en koorts, die de ogen verteren en het leven doen wegknijmen. Dan zult gij tevergeefs uw zaad zaaien, want uw vijanden zullen het eten. And continuing this theme of retribution and destruction in verse 19. I will break the pride of your strength. And I will make your heaven as iron and your land as brass. Vers 19 lezen we vervolgens. En uw trotse macht zal ik breken. En uw hemel maken als ijzer en uw land als koper. Weer een gevolg en een bestraffing. Niet luisteren naar Gods inzettingen. In verse 20. Your power will be spent in vain. For your land will not yield her produce. Neither shall the trees of the land yield their fruit. Vers 20. Dan zal uw kracht tevergeefs verbruikt worden. Uw land zal zijn opbrengst niet geven. En het geboomte des lands zal zijn vrucht niet dragen. All of the punishments happen in your land. En ook de bestraffingen en de gevolgen dus daarvan gebeuren in het land. Again, your land will be as brass. Your land will not yield produce. And then I will bring the sword upon you, the enemy against you in your land. En vervolgens lezen we nog weer verder, ook inderdaad, wat er zal gebeuren in het land. Dat ze niet rustig zullen wonen. Er zal zwaard komen, de vijanden zullen komen. Er zal pest worden gezonden. Allemaal omdat het volk niet heeft geluisterd naar Gods instellingen. In verse 25, a description of the seed. You will be gathered together within your cities, and I will send the pestilence among you, and you will be delivered into the hand of the enemy. Vers 25, en over u een zwaard brengen, dat wraak neemt over het verbond. Wanneer gij dan in uw steden bijeenkomt, dan zal ik de pest onder u zenden, en gij zult aan de vijand overgeleverd worden. And the hunger, the starvation. 10 women will bake your bread in one oven, because there'll be so little to bake, and then have to divide that bread again by weight, and you will eat and not be satisfied. Maar God waarschuwt ook voor hongersnood. Vers 26. Als ik u de staf des broods verbreek, dan zullen 10 vrouwen uw brood in 1 oven bakken en zij zullen uw brood afgewogen teruggeven. En gij zult eten, maar niet verzadigd worden. And the combination of these punishments is starvation. In verse 29, you will eat the flesh of your sons and the flesh of your daughters shall you eat. In het gevolg van deze hongersnood lezen wij in vers 29. En gij zult het vlees uw zonen eten en het vlees uw dochters zult gij eten. The ultimate curse.
Then, finally, the summation. In verse 31, I will make your sins a waste. I will bring your sanctuaries into desolation. I will not accept your offerings. And finally, in verse 32, I will bring the land, your land, the land of Israel, into desolation. And your enemies that dwell therein will be astonished at it. Verder lezen we wat volgt op deze hongersnood, ook naar de verwoesting van het land. Vers 31 en 32. Uw steden zal ik tot een puinhoop maken en uw heiligdommen verwoesten. En ik wil niet meer uw lieflijke reuk ruiken. Ikzelf zal het land Israël, verwoesten, zodat uw vijanden die daarin wonen zich daarover zullen ontzetten. Punishment in the land. Because from verse 33, we read of the ultimate punishment, which is being lost from the land, exile. En de uiteindelijke zwaarte en de straf eindigt dan met verbanning uit het land nadat het verwoest is. Vers 33. Maar u zal ik onder de volken verstrooien. En ik zal achter u het zwaar trekken, en uw land zal een woestenij zijn, en uw steden een puinhoop. The reason I say this is, in a way, anticlimactic, is all the terrible things that happen in the land of Israel don't happen once we're in exile. En dat betekent dat het goed om op te merken dat het een anticlimax lijkt, omdat datgene wat hier lezen wat in het land Israël gebeurt, dus niet gebeurt als we niet meer in het land zijn. All the terrors of consumption, fever, all of the curses of our produce, all of the terrible things with respect to our children, with respect to our property, all of the punishments that pertain to famine and hunger, all of them don't happen once we are in exile. Het is goed om op te merken dat alle vervloekingen, alle bestraffingen die God oplegt, de ziekte, de plagen, het feit dat zijn kinderen dingen wordt aangedaan, de eigendom, de oogst die mislukt, dat die dingen dus niet plaatsvinden als ze in ballingschap gaan. Now, of course, that doesn't mean that exile is a nice thing to have. En dat betekent dat ballingschap niet iets leuks is. But just consider. In verse 36, the sound of a driven leaf shall chase them, and they shall flee as one flees from the sword, and they shall fall when none pursues. No one is even chasing after them. Er staat er, ik zal vrees brengen in de harten van hen die van u zijn overgebleven, in de landen hunne vijanden, zodat het geluid van een opgewaaid blad hen opjaagt, en ze zullen vluchten, zoals men vlucht voor het zwaar. En vallen zonder dat er een achtervolger is. In the land, we were being pursued by our enemies continuously. Here, no one is pursuing anymore. En is het zo dat in het land we dus achtervolgd werden door onze vijanden, terwijl dat daar dus niet meer zo is? But of course, the ultimate punishment here is being in exile. En uiteindelijk een straf is dus dat men in ballingschap gaat. We can imagine a child, a family who is very rebellious, misbehaving. Dus als een familie als het ware die zich zeer misdraagt. And as a result, he is continuously being punished by his parents because of his disobedience. En doordat hij ongehoorzaam is, wordt hij dus steeds gestraft door zijn ouders. And he refuses to listen. En hij weigert dan om te luisteren. Until eventually, with no alternative, the parents throw the child out of the house.
dat het uiteindelijk een consequentie is dat dat kind, dat gezinslid, het huis moet verlaten. And the truth is that when the child is thrown out of the house, no one is punishing him anymore. En het is dus wel zo dat zodra dat kind dus het huis wordt uitgestuurd, dat niemand hem dan meer zal straffen. So the terrible things that were happening to him, from his perspective, when he was being punished by his parents, aren't happening. Dus dat vreselijke wat hij moest ondergaan, namelijk de straffen als hij zich in huis bevindt, die vinden niet meer plaats als hij dit huis wordt uitgezet. But of course, the ultimate punishment is, he doesn't have a home anymore. Maar het de uiteindelijke straf is dus dat hij geen thuis meer heeft. And it's in that vein, verse 38, you shall perish. That is literally, you shall be lost among the nations. You simply lose your identity. And the land of your enemies shall eat you up. You become part of them. You're no longer yourself. En staat dus, en gij zult onder de volken te gronde gaan, oftewel je verliest aan je identiteit. En het land uw vijanden zal u verteren. And they pine away in their iniquity in the enemy's land. Wie van u overgebleven zijn, staat er, zullen in de landen hun vijanden wegkwijnen. Until eventually, verse 40, they shall confess their iniquity and the iniquity of their fathers in their treachery which they committed against me, and also that they walked contrary to me. Staat er in vers 40, dan komt dat, maar beleiden zij hun ongerechtigheid en die van hun vaderen, de ontrouw waarmee zij tegen mij ontrouw zijn geweest. And then there is the promise that they're never truly lost. En dan komt die uiteindelijke belofte, wanneer alles verloren lijkt. In vers 42 staat al. In vers 42, I will remember my covenant with Jacob, and also my covenant with Isaac, and also my covenant with Abraham will I remember, and I will remember the land. Dan staat er, dan zal ik mijn verbond met Jacob gedenken, ook mijn verbond met Isaac, en ook mijn verbond met Abraham zal ik gedenken. En ik zal het land gedenken. Furthermore, vers 44, and yet for all that, when they are in the land of their enemies, I will not reject them, neither will I abhor them, to destroy them utterly and to break my covenant with them, for I am God, their Lord. Nog verder in vers 44, maar ook zelfs wanneer zij in het land hun vijanden zijn, versmaad ik hen niet en heb ik geen afkeer van hen, zodat ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen zou verbreken, want ik ben de Heere hun God. So I will, for their sakes, remember the covenant of their ancestors whom I brought forth out of the land of Egypt in the sight of the nations, that I might be their God. I am God. Later in vers 45, maar ik zal hun ten goede gedenken het verbond met hun voorvaderen, die ik voor de ogen der volkeren uit het land Egypte heb geleid, om hun tot een God te zijn. Ik ben de Heere. Now, as I noted at the outset, this is a recurrent theme in the Bible. Leviticus chapter 26 is by no means the only example. Zoals ik al in het begin ook al heb uitgelegd, is dit niet Leviticus 26 het enige manier waarop dit zo wordt verwoord. Het vindt wel vaker plaats. Indeed, it's not even the first example. En het is ook niet eens het eerste voorbeeld dat we tegenkomen. Although we won't discuss those passages today, we'll note that in Leviticus chapter 18 and Leviticus chapter 20, we also read of the threat of exile for our disobedience of God. We gaan er nou niet te diep op in, maar in onder andere Leviticus 18 staat al eerder vermeld dat de straf van ballingschap zou volgen als men God ongehoorzaam zou zijn. So on an even more elaborated claim, like Leviticus chapter 26, only more so, we also read in Deuteronomy chapter 28. Maar op gelijke wijze, als je dat ziet in Leviticus 26, wordt dat ook weer zo genoemd in Deuteronomium 28. And here too, in verse 1, it shall come to pass, if you hearken diligently to the voice of God your Lord, to observe, to do all his commandments which I command you this day, then God your Lord
will set you on high above all the nations of the earth. Dan staat er in vers 1 van Deuteronomium 28. Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en al zijn geboden die ik u heden opleg naastig onderhoudt, dan zal de Heere uw God u verheffen boven alle volkeren van de aarde. And all these blessings will come upon you and overtake you if you hearken unto the voice of God your Lord. Staat er in vers 2, de volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar de stem van de Heere uw God. And there is of course a detailed list of all blessings as well. En dan komt er ook weer zo'n gedetailleerde lijst van zegeningen. And once again, the blessings take place specifically in the land. En het is dan goed om op te merken dat ook hier weer wordt genoemd dat de zegeningen plaatsvinden in het land. In verse 8, he will bless you in the land that God your Lord gives you. Dan staat er in vers 8. De Heere zal over u de zegengebieden in uw schuren, in alles wat gij onderneemt. En dan staat er verder, hij zal u zegenen in het land, dat de Heere uw God u geven zal. And in the continuation, unfortunately, again, the other side. Maar dan ook weer verderop, de keerzijde van de medaille. In verse 15, it shall come to pass, if you will not hearken unto the voice of God your Lord, to observe, to do all his commandments and his statutes that I command you this day, that all these curses will come upon you and overtake you. Het staat dan in vers 15, maar indien gij niet luistert naar de stem van de Heere, uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen, die ik u heden opleg, naastig onderhoud, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen. And once again, the curses are specifically in the land. En ook hier vinden vervloekingen dus plaats in het land. Just as an example in verse 21, God will make the pestilence cleave unto you until he has consumed you from off the land where you go to possess it. Bijvoorbeeld vers 21, de Heere zal de pest onder, aan u doen kleven, totdat zij u heeft weggevaagd uit het land dat gij in bezit gaat nemen. In verse 24, God will make the rain powder and dust upon your land. From heaven it shall come down upon you until you are destroyed. Ook vers 24, de Heere zal poeder en stof over uw land laten regenen. Van de hemel zullen die op u neerdalen totdat gij verdelgd zijt. Now once again, there's a very detailed list of punishments, even more detailed than in Leviticus chapter 26. En ook hier is dus een hele gedetailleerde lijst van vervloekingen, zelfs nog gedetailleerder dan die in Leviticus 26. Once again, the list culminates in the hunger and thirst that results once a nation comes against you and lays siege to your cities. En er staat dus in vers, which verse are you quoting? It's the entire progression here, that is, of the nation coming begins in verse 48, and the siege is described in verse 52. I'm merely summarizing in brief. Ja, in vers 48 wordt dus gesproken over dat er dan vijanden zullen komen en op zullen trekken tegen hun en het land in bezit zullen nemen. And once again, the consequence of the famine, the hunger that results from the siege, in verse 53, you eat the fruit of your own body, the flesh of your sons and daughters. Er staat er ook van de hongersnoden die plaats zullen vinden, vers 53 bijvoorbeeld. Dan zult gij de vrucht van uw eigen schoot eten, het vlees van de zonen en dochters. En verse 62, you are left few in them. Staat er in vers 62, en weinigen zult gij overblijven. And by consequence, verse 63, you will be plucked off the land where you are going in to possess it. En staat er, u zult worden weggerukt uit het land wat gij in bezit gaat nemen. And again, the threat of exile. In verse 64, God will scatter you among all peoples from one end of the earth, even unto the other end of the earth.
Dan staat er in vers 64, de Heere zal u verstrooien onder alle naties, van het ene einde der aarde, ja, tot het andere uiterste van de aarde. But once again, as dire as life in exile is, terrible curses that apply for disobedience in the land don't apply. Maar ook hier weer hetzelfde gevolg, namelijk dat de vervloekingen die worden genoemd in het land plaats zullen vinden, maar niet als men in ballingschap wordt vervoerd. True, verse 65, you will have no repose, there will be no rest for the sole of your foot. Dus waarheid, als je kijkt naar vers 65, dat je inderdaad dus onder de volk geen rust zult vinden, nog een rustplaats voor je voetzool. But all the terrible curses that apply before exile aren't repeated here. Maar alle vervloekingen die plaatsvonden voordat de ballingschap plaats zou vinden, die vind je hier dus niet meer terug. Once again, the greatest curse is being banished from home. Nu is hier dus de grootste vloek die wordt opgelegd, het feit dat je verbannen wordt van je thuis. Being banished in particular from God's palace. Uit het paleis van God worden verbannen, meer specifiek genoemd. Now, the warnings in Deuteronomy chapter 28 end in exile, not even with a resolution. En het is zo dat Deuteronomium 28 niet echt met een oplossing komt. In verse 68, God will bring you back into Egypt in ships. And you will sell yourselves unto your enemies for bondmen and bondwomen, and no one shall buy you. En het eindigt eigenlijk heel triest in vers 68 met de Heere zal u op schepen naar Egypte terugbrengen, langs de weg waarvan ik u had gezegd, gij zult u die nooit weer zien. Hij zult daar aan uw vijanden als slaven en slavinnen te koop aangeboden worden. Maar er zal geen koper zijn. The ultimate exile, return to the Egyptian exile. Ja, uiteindelijk een ballingschap, namelijk dat je weer terug wordt gevoerd naar Egypte. But really, in the warnings of Deuteronomy chapter 28, we need to look to chapter 29 and 30 to see their conclusion. Maar de conclusie is ook goed om te weten, namelijk dat die staat in Deuteronomium 8, 29 en vers en hoofdstuk 30. In Deuteronomy chapter 29, the nations see the devastation of the land and realize it is because they forsook the covenant of God that he made with them when he brought them forth out of the land of Egypt. Dan staat er in Deuteronomium 29, vers 24. Dan zullen alle volkeren zeggen, waarom heeft de Heer zo met het land gedaan? Wat betekent deze geweldige brandende toren? En in vers 26, therefore the anger of God was kindled against this land to bring upon it all the curse that is written in this book. Ik zit even te kijken naar vers 26. Dit is van Deuteronomy 29, verse 26. Yes. Even kijken. Daarom, dat is vers 27. Daarom is de toren des Heeren tegen dit land ontbrand, om daarover heel de vervloeking te brengen. And again, the punishment of exile in verse 27. God rooted them out of their land in anger and in wrath and in great indignation and cast them into another land, as it is this day. Maar hier staat dus vers 28, de Heer heeft hen in toorn en grimmigheid en grote verbolgenheid uit het land weggerukt en hen weggeslingerd naar een ander land. But there is a resolution, there is a restoration, that we read in Deuteronomy chapter 30. Maar er is ook een herstel wat plaats zal vinden, en dat zie je in Deuteronomy vers 30. And it necessarily involves a restoration to God and a restoration to the land. Het is dus een herstel van dat land. In chapter 30, verse 1, it shall come to pass when all these things are come upon you, the blessing and the curse,
which I have set before you, that you shall bethink yourself among all the nations where God your Lord has driven you. Er staat in Deuteronomium 30 vers 1, wanneer dan al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek die ik u heb voorgehouden, en gij dit ter harte neemt, te midden van al de volkeren, naar wie het gebied de Heere uw God u gedreven heeft. In verse 2, and shall return to God your Lord and hearken to his voice according to all that I command you this day, you, your children, with all your heart, with all your soul. In vers 2, en wanneer gij dan tot de Heere uw God bekeert en naar zijn stem luistert overeenkomstig alles wat ik u heden heb gebied, gij en uw kinderen met geheel uw hart en geheel uw ziel. That then God your Lord will turn your captivity and have compassion upon you and will return and gather you from all the peoples where God has scattered you. Dan vers 3. Dan zal de Heere uw God in uw lot een keer brengen en zich over u erbarmen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volkeren en wie gebied de Heere uw God u verstrooid heeft. And the ultimate restoration, in verse 5, God your Lord will bring you into the land which your fathers possessed and you shall possess it. You will return. Vers 5. De Heere uw God zal u brengen naar het land dat uw vaderen bezeten hebben. Hij zult het bezitten en hij zal u wel doen en u talrijker maken dan uw vader. So once again, the theme of reward and punishment that we see in Leviticus chapter 26 and we see again in Deuteronomy chapter 28, 29, 30 is all about the land. Zoals we net hebben gezegd, het verhaal uit Leviticus in Deuteronomium 28, 29 en 30 is allemaal gericht op het land. That is all about our relationship with God, but that relationship has a stage, and the stage for the relationship is the land. En het gaat dus over de relatie die je dan hebt met God en de manier waarop de gevolgen daarvan zichtbaar zijn. The centrality of the land is, of course, something that we see repeatedly in the Bible. Het feit dat het land zo centraal wordt gesteld is een centraal thema wat we steeds weer terugvinden in de Bijbel. To cite just a couple of other examples, we turn to Deuteronomy chapter 4. Om een paar voorbeelden aan te halen, kijken we even hoofdstuk 4. When we read of the consequences of our becoming corrupt in the land. Het gaat dan over het feit dat men corrupt wordt in het land. In verse 26, you will be lost from off the land. Staat er, dan zult gij zeker spoedig omkomen in het land. Here there isn't even a emphasis placed upon the punishments that come in the land. Here, the punishment is exile. In verse 27, God will scatter you among the peoples. En hier is dus dat gevolg dus dan weer zichtbaar, dat vers 27, dat die ballingschap nou weer wordt genoemd. And once again, there is the restoration, that is in verse 29, from thence you will seek God your Lord and shall find him if you search after him with all your heart and with all your soul. En dan ook weer die volgende stap die je dan weer ziet in vers 29. En dan zult gij daar de Heere uw God zoeken en hem vinden. Wanneer gij naar hem vraagt met uw ganse hart en uw ganse ziel. And the promise in verse 31 that God is merciful. He will not fail you nor destroy you nor forget the covenant of your fathers, which he swore to them. En ook weer die belofte in vers 31. Want de Heere uw God is een barmhartig God. Hij zal u niet verlaten, noch u verderven. Hij zal u niet vergeten het verbond met uw vaderen, dat hij onder ede bevestigd heeft. En de summary, what we are to learn from all of this, in verse 40. En de samenvatting, datgene wat we dus moeten leren uit dit alles, dat staat in vers 40 genoemd. And you shall keep his statutes and his commandments, which I command you this day, that it may go well with you and with your children after you, and that you may prolong your days upon
the land that God gives you. Staat onderhoud dan zijn inzettingen en zijn geboden die ik u heden opleg, opdat het u en uw kinderen na u wel gaat, en opdat gij lang leeft in het land dat is weer dat de Heer uw God u geven zal voor altijd. Perhaps the centrality of the land is even more obvious in Deuteronomy chapter 11. This is the last example that we'll cite at the moment. In hoofdstuk 11 wordt die centraliteit van het land, dat zo centraal wordt gesteld, nog beter zichtbaar. Dat is het laatste gedeelte wat we zullen behandelen hierover. Indeed, the passage begins stressing that we are to keep the commandments that God commands in order to possess the land that we are coming to possess. De staat onderhoudt dus heel het gebod dat ik u heden opleg, omdat gij sterk zijn moogt en het land binnengaan en in bezit nemen. In verse 9, that you may prolong your days upon the land that God swore unto your fathers to give to them and to their seed, a land flowing with milk and honey. In vers 9, en omdat gij lang mocht leven in het land van de Heere uw vaderen gezworen heeft, dat hij het hun en hun nageslacht zou geven. En hun nageslacht zou geven en een land overvloeiende van melk en honing. Furthermore, verse 12, a land that God your Lord cares for. The eyes of God your Lord are always upon it. Een land staat er in vers 12 waarvoor de Heere uw God zorgt. Bestendig zijn de ogen van de Heer uw God daarop gericht. It is indeed his palace. Het is inderdaad zijn paleis. And since it is, therefore, in verse 13, the warning, if you hearken diligently to my commandments, that I command you this day to love God, to serve him with all your heart and with all your soul. In vers 13, daar staat dan weer die waarschuwing. Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden die ik u heden opleg, zodat gij de Heere uw God lief hebt en hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel. Then, in verse 14, the rain comes in its proper season, you're able to live on the land. En dan vers 14, dan zal ik de regen voor uw land op zijn tijd geven. Weer dat land wat centraal wordt gesteld. And if you don't, in verse 16, if your heart is deceived and you turn aside, then what happens? Verse 17, God's anger is kindled against you, and the consequence is you will be lost quickly off the good land that God gives you. Staat er in vers 16, neemt voor in acht dat uw hart zich niet laat verlokken, want anders in vers 17... dan zou de toren des Heren tegen u ontbranden. En hij zou de hemel toesluiten, zodat er geen regen komt. De bodem zijn opbrengst niet geeft. En gij weldra te gronden gaat in het goede land dat de Heren u geven zal. Therefore, verse 18. Shall you lay these words in your heart and in your soul? Staat er, gij zult ze tot een teken op uw hand binden. Oh, sorry, maar gij zult deze woorden in uw hart en in uw ziel leggen. That ultimately, by your doing so, in verse 21, your days will be multiplied and the days of your children where upon the land that God swore to your fathers to give them as the days of the heavens upon the earth. Dat gij en uw kinderen in het land waarvan de Heere uw vader gezworen heeft dat hij het hun geven zou, zo lang leeft als de hemel boven de aarde staat. So we can summarize. We've seen a number of passages at this point. I don't think we need to further belabor this point. That the platform for the reward and for the punishment is the land. We hebben nu een aantal tekstgedeelten gelezen. Je kan er nog veel meer aan halen. Maar wat duidelijk wordt, is dus dat het platform, het gedeelte waar dus die zegeningen en vervloekingen plaatsvinden, het land zelf is. Because the focal point for our relationship with God is the land. Want het centrale punt in onze relatie met God is dat land. And to that extent then, the ultimate punishment is losing our relationship with God. That's exile.
En het uiteindelijke consequentie van dit alles is dus dat we onze relatie verliezen als we in ballingschap gaan. En de restoration is being returned to the land. En het herstel is dan ook dat we teruggebracht worden naar het land. Except matters are not quite so simple. Maar toch is het niet helemaal zo simpel. I'd like to consider two passages, two fairly familiar passages from the prophets that help us to appreciate that things are more complicated. Wat we nu gaan doen is dat we twee schriftgedeelten uit de profeten zullen halen. Om te laten zien dat wat we nu net hebben behandeld niet zo makkelijk in elkaar zit. The passages are Ezekiel chapter 38 en Zechariah chapter 14. Dat zijn de schriftgedeelten uit Ezekiel 38 en Zacharias vers 12. We had occasion to mention both of these passages in the past, for obvious reasons. We hebben logischerwijs deze tekstgedeelten al een keer eerder behandeld. In Ezekiel chapter 38, we read the words of the prophet that are directed toward Gog, of the land of Magog. Daar staat er in Ezekiel 38. Even bijpakken hoor. Vers 1. Er wordt Ezekiel, die moet zich richten, zijn aangezicht tegen Gog in het land Magog. And it is Gog with the nations, the hordes that he leads, who comes up against the land of Israel. En de menigte uit dat land zal zich richten tot Israël. Now, to consider the context here, well, let's take a look at verse 8. Nou, dus, after many days, you shall be mustered for service. In the latter years, you shall come against the land. What land? The land that is brought back from the sword, that is gathered out of many peoples, against the mountains of Israel, which have been a continual waste, but it is brought forth out of the peoples, that they dwell safely, all of them. En om dan de context te beschrijven, staat het in vers 8. Na geruim tijd zult gij een bevel ontvangen. In de toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft. Een volk dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls, die tot een blijvende wildernis waren geworden. Now let's consider this description. This isn't something happening in the time of the prophet. Clearly not. Het is goed om dat aan te geven dat dit dus iets is wat niet plaatsvindt ten tijde van de profeet leven. Indeed, at the beginning of verse 8 we read after many days. En het staat namelijk ook in vers 8 beschreven in de toekomstige jaren. En na geruime tijd begint het vers ook. Zult gij een bevel ontvangen. This is after exile and after restoration. Het is dus na ballingschap en nadat het herstel heeft plaatsgevonden. The people have been gathered out of many peoples. En er staat een volk dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is. And we might have thought, now that we're restored, that we indeed dwell safely and securely. Het is zo dat we dus teruggebracht zijn naar het land en daar dus, zoals het vers verder beschrijft, allen dus wonen in gerustheid. In verse 9, and you shall ascend, you shall come like a storm. Staat er in vers 9, dan zult gij optrekken als opkomend onweer. I feel compelled to note that the Hebrew that is translated here as storm is shoah, a word in Hebrew that I think we all know well.
Ik vind het van belang om hier even te melden dat het Hebreeuwse woord hier wat gebruikt, het woord Shoah is, wat de meeste van jullie wel zullen herkennen. You shall be like a cloud to cover the land, you and your, all of your band and many people with you. Gij zult zijn als een wolk die de aarde bedekt, gij met al uw krijgsbende en vele volkeren met u. And in verse 11, you say, I will go up against the land of unwalled villages. I will come upon them that are quiet, that dwell safely, all of them dwelling without walls and having neither bars nor gates. En in vers 11, gij zult zeggen, ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval plegen op vreedzame lieden die in gerustheid wonen, alle zonder muur, grendels of poorten. The waste places that are now inhabited. The people that are gathered out of the nations that dwell in the middle of the earth, the Holy Land. Buiten maken en roof te plegen om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is. What we need to appreciate with respect to this terrifying description is that the way the prophet describes it, it's all God's doing. En als we dit allemaal gelezen hebben, dan is het goed om op te merken dat al deze dingen die gebeuren, is omdat God het aangeeft. In verse 4, I will turn you about and put hooks in your jaws and bring you forth, and all your army and your horses and horsemen. Het is zo dat God hier dus het initiatief neemt. Er staat namelijk in vers 4, ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger. It is I who muster you for service. In vers 8. In de toekomende tijd zult gij optrekken tegen het land. It's God who's mustering him. Was taking an accounting, a reckoning of him for service. Dus dat God hun als het ware in dienst stelt. And what is the purpose of all of this? En wat is het doel van dit alles? In verse 16, you shall come up against my people Israel, and I will bring you against my land, that the nations may know me. When I shall be sanctified through you, O God, before their eyes. Wat is het doel van dit alles? Het staat in vers 16 genoemd. En gij zult optrekken tegen mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt. En dan in de toekomende dagen zal het geschieden dat ik u doe optrekken tegen mijn land, opdat de volkeren mij leren kennen, wanneer ik mij voor hun ogen aan u, O God, de Heilige, betonen zal. And what follows is a vivid description of the destruction of the forces of Gog and Magog. Wat dan volgt is dan de vernietiging die plaatsvindt van de legermachten van Gog en Magog. Just to skip to the final verses, 22 and 23. I will enter into judgment with him with pestilence and with blood, and I will cause to rain upon him and upon his band and upon the many peoples that are with him an overflowing shower and great hailstones, fire and brimstone. Staat er om een gedeelte over te slaan, gaan we naar het einde, de laatste twee versen in vers 22. Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed, stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal ik neerregen op hem. In verse 23, thus will I magnify myself and sanctify myself, and I will make myself known in the eyes of many nations, and they shall know that I am God. Dan staat er in vers 23, ik zal mij groot en heilig betonen en mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken, en zij zullen weten dat ik de Heere ben. Now, of course, we should note this is not in any way intended to negate Gog and his forces having free will.
Het is goed om op te merken dat het niet zo is dat er compleet voorbij wordt gegaan aan het feit dat Gog en Magog, die legermachten, een vrije wil hebben. They chose to attack. Zij kozen ervoor om aan te vallen. They chose to attack because attacking Israel, the nation, in Israel, the land, is really attacking God. Ze hebben ervoor gekozen om Israël in het land aan te vallen, omdat Israël in het land aanvallen rebellie tegen God is. They thought that this attack would signify their opposition to God's plan. Het feit dat ze dus in opstand komen tegen het land, is eigenlijk dat ze in opstand komen tegen het plan van God. Through what they did, they advanced God's plan. Door wat ze dan uiteindelijk doen, is het zo dat ze Gods plan eigenlijk verder helpen. Unbeknownst to them, their choice had given them the role of being the means through which God's presence would become known among all nations. Het is zo dat doordat ze deze keuze hebben gemaakt, ze als het ware een middel zijn geworden in het plan dat God heeft om zijn aanwezigheid aan de volkeren te tonen. But it becomes known specifically here in God's land. Maar het wordt dus met name bekendgemaakt hier in het land van God. In much the same vein in Zechariah chapter 14. En dan kijken we naar Zechariah 14. In verse 2, I will gather all nations against Jerusalem to battle. Staat er, dan zal ik alle volkeren tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. Again, the nations are gathering against Jerusalem to do battle, in order to do battle against God. Hier opnieuw dus dat de volkeren in opstand komen tegen Israël, uiteindelijk om in opstand te komen tegen God. In the first stage is terrifying. The city will be taken. En het eerste scenario wat aangegeven is verschrikkelijk. De stad zal genomen worden. And again, this is the battle of the future, not a battle of the past. Nu, dit is dus een strijd die nog plaats moet gaan vinden en die dus nog niet plaats heeft gevonden. In verse 3, then shall God go forth and fight against those nations as when he fights in the day of battle. Staat er, dan zal de Heere uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals hij vroeger streed. Verse 4, and his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and the mountain itself will cleft, will be cloven in the middle. Dan staat er in vers 4, zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde. Dan zal de Olijfberg midden doorsplijten, oostwaarts en westwaarts. En in vers 5, God, my Lord, will come and all the holy ones with you. Staat er, en de Heere, mijn God, zal komen, alle heiligen met hem. En de consequence in vers 9, God will be king over all the earth. In that day God will be one and his name one. Dan staat er in vers 9, te dien dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Ultimately, what we read in verses 10 and 11 is a promise of indeed complete restoration, that the land will be turned as the Arava from Geba to Rimon, south of Jerusalem, and be lifted up and inhabited in her place. Everything restored. Dan staat er dat er een compleet herstel plaats zal vinden. Vers 10. Het hele land zal worden als de vlakte van Geba tot Rimon, zuidelijk van Jeruzalem. And in verse 11, and men will dwell therein, and there will be no more extermination, but Jerusalem will dwell safely.
Staat er in vers 11. Men zal het bewonen en er zal geen ban meer zijn, maar Jeruzalem zal veilig gelegen zijn. So in emphasizing these prophecies, again, Ezekiel chapter 38 and Zechariah chapter 14, because it's not simply a matter of the land is the platform of reward and punishment for Israel. We gaan deze schriftgedeeltes van de profeten door om aan te tonen dat het niet zo makkelijk is dat het land puur een platform is voor zegen en voor straf. It's that too. But here, the battles that take place against Jerusalem, against the land of Israel, are not portrayed as punishments, as they were in Leviticus chapter 26 and Deuteronomy chapter 28 and so on. Het is dus zo dat, dat is ook wel het geval. Alleen hier vindt het plaats dat het niet een straf is die plaatsvindt tegen het land. So what is the message here of reward and punishment and exile and restoration? Wat is dan hier de belofte naar ballingschap en terugkeer? When we consider what's taking place in these passages, of course, first of all, we recognize the land is the focal point of our perceiving God's presence in the world. Als we naar deze schriftgedeelten kijken, dan zijn er twee dingen die ons opvallen. De eerste is dat het land zelf wordt met Gods aanwezigheid. And of course, this is not only a message for Israel. En dit is dus niet alleen een boodschap aan Israël. This is a message for the entire world. Dit is een boodschap voor de gehele wereld. Gog and all his hordes also recognize that God's presence is manifest in the land of Israel. That's why they come to attack. Het is duidelijk voor God en zijn legertroepen dat Gods aanwezigheid in het land duidelijk is. En dat is ook de reden dat ze optrekken tegen het land. Likewise in Zechariah, the nations that come to do battle against Jerusalem come to do battle there because they know that's where you do battle against God. Zij trekken op tegen Israël omdat zij weten, en dat staat ook geschreven, dat zij weten dat daar God zelf is en dat je dus daar in strijden trekt tegen God. And, you know, we've noted this matter in the past as well, that in the second book of Kings, in chapter 17, from verse 24 and on, we read of the various nations that were brought into the land of Israel as a result of the Assyrian Empire's conquest and exile of the 10 tribes. We hebben dat ook al eerder beschreven. In 2 Koningen 17, vers 24 en verder wordt geschreven over die Assyrische ballingschap en die stammen die weg worden gevoerd in ballingschap. En they are held to a standard with respect to not engaging in pagan rites, in idolatry, that they weren't held to when they were outside of the land. They are attacked by lions in the land, because in the land of Israel, everyone senses the presence of the king. Sorry, can you repeat this part? They are held to a standard that they weren't held to in their native countries. When they engage in the same idolatrous practices, they are attacked by lions. Because when you come to the land of Israel, everyone senses the presence of the king, God. Iedereen in het land is het ook zo dat als we naar kijken naar dit schriftgedeelte, dat zodra de Assyrische volk, zeg maar, hun afgodendienst wil ingaan voeren in het land, dat ze aan worden gevallen door leeuwen, omdat in het land duidelijk is dat daar Gods aanwezigheid is. So of course this is one crucial aspect in our appreciating the role of the land. The role of the land as everyone perceives it.
Dus het is een belangrijke les die we leren als we kijken naar de rol van het lam. And there's an additional dimension, and that of course pertains to what the significance of the land is then in God's covenant. Is er ook een het belang van het land wat ook benadrukt in het verbond dat God op een gegeven moment sluit. God says to Abraham in Genesis chapter 17, we'll just excerpt verses 7 and 8. I will establish my covenant between me and you and your seed after you throughout their generations for an everlasting covenant to be God unto you and your seed after you. Dan staat er in vers 7 van Genesis 17, waar God het verbond sluit met Abraham. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u en uw nageslacht tot een God te zijn. And what that necessarily includes in verse 8 is, I will give to you and your seed after you the land of your sojournings, all of the land of Canaan, the land of Israel, for an everlasting possession, and I will be their God. Wat houdt het dan in? Dat staat in vers 8. Ik zal aan u en uw nageslacht het land waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Canaan, tot een altoos durende bezitting geven. En ik zal hun tot een God zijn. This is indeed everlasting. Dit is iets eeuwigdurends. And in much the same way, the prophet Samuel, in the first book of Samuel, in chapter 12, verse 22, stresses, God will not forsake his people for his great name's sake, because it has pleased God to make you, Israel, a people unto himself. Ook is zo'n belofte staat in 1 Samuel 12, vers 22. Want de Heere zal zijn volk niet verstoten, om de wille van zijn grote naam. De Heere heeft immers verkozen u tot zijn volk te maken. I think this is a critical message for all of us, whether Israel or not. En het is van belang, als het nu gaat om Israël of niet. Because ultimately, this promise is by no means a promise of having an easy time of it. Want de belofte gaat niet zo ver dat het een makje zou gaan worden. Granted, there was that aspect of the enemies coming as punishment. But the enemies in Ezekiel chapter 38 and Zechariah chapter 14 aren't coming as punishment. Het klopt hè, dat de volken zouden komen als men ongehoorzaam zou zijn aan de geboden van God. Maar in Ezekiel 38 en Zechariah is het niet zo dat deze volken komen uit straf. It's because there's a dialogue taking place on an ongoing basis. We are always communicating with God. Is omdat er eigenlijk een dialoog plaatsvindt, die altijd, ja, eigenlijk eeuwigdurend is. Een dialoog, een communicatie die we hebben met God. Obviously, this is not a promise of having an easy life. Dit is niet een belofte van een makkelijk leven hebben. And indeed, in the words of Amos, chapter 3, verse 2. You only, referring to the children of Israel, have I known of all the families of the earth. Therefore, I will visit upon you all your iniquities. Dan staat er in Amos 3, vers 2. U alleen heb ik gekend uit alle geslachten van het aardrijk. Daarom zal ik al uw ongerechtigheden aan u bezoeken. When you're in the palace of the king, you're held to a very exacting standard. Als je verblijft in het paleis van de koning, dan heb je ook aan die normen te voldoen. And simultaneously, the very fact that there is that ongoing dialogue is the surest evidence of being alive, being spiritually
vital. En tegelijkertijd, als we het hebben over die dialoog die plaatsvindt met God, dan is het ook iets waar we in zien dat we leven, dat we geestelijk tot leven zijn gekomen. In Genesis chapter 15, in God's covenant with Abraham, on the one hand, there is dire suffering that is in store for Abraham's seed. In verse 13, know the surety that your seed will be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them and shall afflict them. 400 years, they will be afflicted in that land. Of course, we know that land was the land of Egypt. In Genesis 15, waar de belofte en het teken wordt gegeven aan Abraham, is het zo dat in vers 13 staat geschreven: en hij zeide tot Abraham, wees voorzeker dat uw nakomelingen vreemden zullen zijn in een land dat het hunne niet is, en dat zij hun dienen zullen. En dat die hen zullen verdrukken 400 jaar. We weten nu dat het land Egypte was. En just consider the comparison. In verse 16, and the fourth generation they shall come back here to the land of Israel, for the iniquity of the Amorite is not yet full. Dan staat die zin daarna in vers 16. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van ongerechtigheid der Amorieten niet vol. The Amorites are in suffering. They won't be suffering at all until their iniquity is full and there will be nothing left of them other than destruction. Het is niet zo dat de Amorieten hier lijden, helemaal niet. Het is zo dat hun ongerechtigheid nog niet vol is en dat die complete vernietiging pas plaats zal vinden nadat die gerechtigheid vol is. Israel, in contrast, will continuously face suffering and affliction. Terwijl het zo is dat het volk Israël, dat hier in Egypte blijft, wel moet lijden. In Ezekiel chapter 20, this is after the exile to Babylon. People are saying, after having been exiled, we will be as the nations, as the families of the countries to serve wood and stone. Our bond with God is finished. Dan staat er in Ezekiel 20, vers 32. Moet ik even kijken hoor. Sorry. Chapter 20, verse 32. Ja, ik kan ze zo niet vinden, maar er staat, we zullen zijn als de volkeren, als de families van alle landen. And God's response in verse 33 is, with a mighty hand and with an outstretched arm and with fury poured out, I will be king over you. Staat er in vers 33, zowaar ik leef, luidt het woord van de Heere Heere. Met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal ik over u heersen. Then again, in verse 34. I will bring you out from peoples and gather you out of the countries wherein you were scattered, with mighty hand and outstretched arm and fury poured out. In vers 34 staat er geschreven, ik zal u voeren uit het midden der volkeren en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. Met sterke hand en met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. And indeed, through that, you will return home. En dwars daardoorheen zal ik jullie terugbrengen, thuisbrengen. It's an easy homecoming. Dat is geen makkelijke thuiskomst. It was never intended to be easy. En het is ook nooit de bedoeling geweest dat dat een makkelijke opdracht zou zijn. But ultimately, just as the war of Gog and Magog, the battle against Jerusalem, ultimately serves as means through which God's presence becomes known through the world. Just as that,
En net zoals de strijd van Gog en Magog tegen Jeruzalem als doel heeft dat God zijn aanwezigheid laat zien aan alle volken van de aarde. So too, verse 41, I will be sanctified in you in the sight of the nations. In verse 42, and you will know that I am God when I shall bring you into the land of Israel, into the country which I lifted up my hand to give unto your fathers. En dan staat er in vers 41, dan zal ik u uit de landen waarin gij verstrooid zijt bijeenbrengen en mij aan u de heilige tonen, ten aanschouw van de volken. Hij zult weten dat ik de Heere ben. So this is the true homecoming. Dus dit is de werkelijke thuiskomst. There is again reward and punishment. Ultimately, while there is exile, there is also restoration. En terwijl er dus zegen en vloek is, bij als je thuis bent, is het zo dat in de ballingschap ook weer een terugkeer wordt beloofd. En I'd like to conclude with the words of Jeremiah in chapter 31. Ik wil heel graag eindigen met schriftdeel uit Jeremia, vers 31. As Israel is leaving in exile to Babylon, in verse 20, the prophet bids them set up waymarks, milestones, guideposts. Set your heart toward the highway, the way by which you went, so you know the way back home. Return, O version of Israel, return to these, your cities. En dan staat er in vers 21, richt uw merksteen op, zet uw wegwijzers neer, zet uw hart op de Heerbaan, de weg die gij gaat. Keer terug, jonkvrouwen Israëls. But once we recognize what the role of the land is for Israel and for the world, we appreciate this promise of restoration. Als we, als wij met Israël begrijpen wat de rol van het land is, dan kunnen we ook de volgende belofte beter bevatten. Once again, people will say, may God bless you, O habitation of righteousness, O mountain of holiness. Verse 22. Wat staat er? Wederom zal men dit woord zeggen in het land van Juda. Zeg ik dat goed? Verse 22, chapter 31, verse 22. Terug gaan stellen. Hoe lang zult gij aarzelen, o afkerige dochter? Want de Heere schept iets nieuws op aarde. And once again, verse 23, Judah and all the cities thereof will dwell therein together. Wederom zal men dit woord zeggen in het land van Juda en in zijn steden, wanneer ik een keer heb gebracht in hun lot. Verse 24, for I have satiated the weary soul, and every pining soul have I replenished. Ja, dan gaan we wat teksten door elkaar zien, maar hier gaat het over vers 25, want ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachte ziel verzadigd. And the prophet says, upon this I awake and beheld, and my sleep was sweet unto me. Schrijft de profeet, hierbij ontwaakte ik en zag op, mijn slaap was zo zoet. And so, last verse, verse 27, as it shall come to pass, that like as I have watched over them, to pluck up and to break down and to overthrow and to destroy and to afflict, so will I watch over them to build and to plant, says God. Dan staat er in vers 28, zoals ik wakker ben geweest om hen uit te rukken en af te breken, te verwoesten en te verdelgen en rampen over hen te brengen, zo zal ik wakker zijn om hen te bouwen en te planten, luidt het woord des Heren. The plucking up and breaking down, the overthrowing and destroying and afflicting are actually also means through which we all, both Israel and the world, connect with
the Master. Connect with God, whose land this is. Het afbreken en het verwoesten, het verdelgen en het feit dat er rampen komen, zijn ook uiteindelijk doelen waarmee gecommuniceerd wordt met God. We pray that we should make ourselves and the world worthy of beholding the Master in his house. En we mogen bidden dat wij en een ander waardig gevonden worden om de wereld zelf om hem te kunnen zien in zijn huis. Building and planting. Zo opgebouwd worden en geplant worden. And blessing the habitation of righteousness, the mountain of holiness. De Heere zegening staat er in 23. Rechtvaardige woonstad zal het dan wel zijn, een heilige berg. God bless you. God zegen.